homepage van het Wold gaat u bovenin naar het kopje opleiding. Het linkerblok Team Agenda. En dan ziet u midden op de pagina de groene knop Boek hier uw les. Nou, door op die knop te drukken ontvouwt zich een nieuwe pagina met daarin de beschikbaarheid van alle leraren. Daar ga ik zoiets over uitleggen. Maar een eerste keer, eenmalig, dient u zich te registreren rechtsboven het kopje Login schuine streep registreer. Als ik daarop klik, dan zie ik middenin de knop Registreer staan. Nou, toets daarop. Hier vult u alle gevraagde gegevens in en beëindigt u de registratie door op de groene knop Registreer te drukken. En de registratie is voltooid. Ga vervolgens wederom rechtsboven naar de knop Login schuine streep Registreer. Waarschijnlijk zal uw computer uw registratie al herkennen. Of in mijn geval, ik vul mijn gegevens eventjes in en ik druk op de knop Login. Nu sta ik ingelogd en kan ik een les gaan boeken. Nou, in dit geval heb ik een overzicht van de vier golfleraren en uiterst rechts een kolom Indoor Studio het Wold. Daar is de mogelijkheid om de simulator te boeken of het puttingplatform te boeken, zodat u zelfstandig alleen in de Indoor Studio kunt trainen. Linksboven heb ik een navigatiemenu waarbij ik kan springen van dag naar dag of naar een willekeurige dag in het jaar door de pijltjestoets te gebruiken. Spring ik een dag vooruit, dit is zondag 2 oktober, maandag 3 oktober, dinsdag 4 oktober en in het groen ziet u alle beschikbare tijdsloten. Door op het kalendertje te toetsen, kan ik navigeren in het jaar. De maand november, de maand december, de maand januari 2023. Maar in dit geval ga ik een les boeken op dinsdag 4 oktober bij Nick Goedhart. Nou, ik zie dat hij om 2 uur nog plaats heeft, dus ik ga naar het spotje om 2 uur. Ik klik daar 1 keer op. Deze pagina zal zich ontvouwen en in de linkerkolom ziet u het kopje lestype. Door daarop te klikken heb ik verschillende typen les die ik kan boeken. Dus dit is voor het boeken van een individuele les. Nou, stel ik ga samen met een vriend een les chippen volgen, dan zeg ik 2 personen 1 uur. Dan zie ik in de rechterkolom alle gegevens, tijdstip, datum. Ik zie de prijs en ik zie het veldje opmerkingen. Nou, ik vind het altijd wel fijn om eventjes te laten weten of van mijn cursisten te weten wat ze willen. Nou, in dit geval is Nick op de hoogte dat ik een chiples wil. En ik boek de les door op de knop Boek een les te toetsen. Bij deze krijg ik een bevestiging. En die bevestiging komt ook in mijn postvak. En ik krijg nog een reminder 48 uur vooraf in mijn postvak. Nou, ik klik dit scherm weg. En nou zie ik dat mijn les hier geboekt staat. 2 personen, 1 uur. Nou, zo makkelijk gaat het boeken van een individuele les. Stel dat u aan een groepsles deel wil nemen. Bijvoorbeeld georganiseerd voor de businessclub. Of we hebben een cursus chippen. Dan zoekt u de specifieke groepsles op. En als voorbeeld nu gebruik ik de quick fix en kennismaking die wij 4 oktober hebben. Bijvoorbeeld bij Stijn zie ik dat er nog 6 plekken geboekt zijn van de 12. Dus er zijn er nog 6 beschikbaar. Door op dit blauwe vlak te klikken ontvouwt zich wederom een nieuw tabblad. Ik toets rechtsonder op boek groep afspraak. En mijn les is geboekt. Zo eenvoudig gaat het boeken van een golfles. Mocht u nu de agenda willen zien van een pro, wilt u naar een specifieke pro, dat kan ook. Stel dat u voor
vooraf al weet, ik wil een golfles volgen bij Nick, dan gaat u naar het kopje Open Agenda. Dat kan bij elke pro. In dit geval pak ik als voorbeeld Nick. Nou, opent zich de agenda van Nick. Nou, dit is zijn beschikbaarheid van morgen, zondag 2 oktober. Dit is volgende week, de week erop. En zo kan ik op elk groen blok toetsen om daar een les te gaan boeken.